Adriaan Roggeveen, CEO van Sator Holding. Ik heb begrepen dat je sinds maart AOW ontvangt. Ja. 65. En geweldig, hè? Ja, geweldig. Gefeliciteerd, ja. Nog. Ja. Je hebt het tijd gevonden om er een punt achter te zetten, je carrière bij Sator. Je hebt daar 27 jaar gewerkt. En dan, er wordt al volop gespeculeerd. Natuurlijk over wat jij gaat doen. Daar komen we zo nog op. En wat er met het bedrijf gaat gebeuren. Ja. Er wordt een driekoppige directie. Volgens mij was de bedoeling dat het een vierkoppige directie zou worden. We hebben lang met het idee geleefd dat het zinnig zou zijn om een vierkoppige directie te hebben. Ja. Maar daar zijn we teruggekomen. De vierde, dat was Willem Zwijnenburg. Willem Zwijnenburg. En die heeft bekendgemaakt dat hij opstapt. Ja. Had je dat zien aankomen? Een beetje. Als iemand al zo lang bij je is, hè, 19 jaar, hoe kan het dan gebeuren dat je hem naar voren schuift als mogelijke opvolger of directievoorzitter of in ieder geval directielid? Nou, dat was nooit de bedoeling. Oké, als lid van de directie. Ja. Is dat een vergissing geweest? Ja, die vraag heb ik me meer gesteld de afgelopen tijd. Zie, het is natuurlijk zo dat we Willem een jaar geleden gevraagd hebben om de commerciële rol binnen de Sator-directie te spelen. Als we hem dat vragen, dan geloven we erin, anders dan vraag je hem niet. Maar aan de andere kant zit er natuurlijk ook iemand die daarover nadenkt en zegt van, ja, dat ga ik doen. Dus wij geloven er allebei in. En nu het op de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de nieuwe directie terechtkwam, heeft Willem gezegd, nou, dat is me te... Nee, dat vind ik niet wat. Als jij, dat is niet mijn ding. Willem is een praktijkman natuurlijk. Mm-hmm. Is een man die met zijn poot in de klei staat. Bij een holdingdirectie waar de werkmaatschappijen erg autonoom zijn en waar goede commercieel directeuren zitten, en dan is dat in de klei staan niet zo aan de orde. Heeft een groot bedrijf zoals Sator niet één man nodig die de richting aangeeft, die de leiding neemt, die de visie heeft en die weet waar dat bedrijf naartoe gaat? Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik niet. Nee, er is nu door H2, dat is de investeerder achter Sator, is gekozen voor een collectief bestuursmodel met een driehoofdige directie. Mm-hmm. En die ook alle drie statutaire directeur zijn. En die dus met z'n drieën de beslissingen moeten nemen. En dus ook voor hele belangrijke dingen het eens moeten zijn. Is er een relatie tussen een van de directieleden en H2? Nee, dat is er niet. Nee. Vaak zie je natuurlijk bij investeringsmaatschappijen dat ze zelf ook graag een vinger in de pap hebben in het bedrijf. Dat is bij ons niet zo. Nee. Dat is overigens wel betrekkelijk. Hè, want een hoop mensen hebben me ook gevraagd, ja, hoe zit het nou met H2 en investeerder op de achtergrond en bemoeit die zich er ook mee? En in de afgelopen jaren, 2008 spreken we over, heeft H2 zich heeft met heel veel belangstelling de ontwikkeling bij ons gevolgd. Maar heeft nooit zich met de operatie bemoeid. Maar dat is ook niet zo moeilijk, want als het hartstikke goed gaat, dan is er geen reden om dat te doen natuurlijk. Ik denk dat... En gaat dat investeerders, hartstikke goed? Ja, gaat hartstikke goed. Ja. Ik laat Sator achter met het beste jaar in haar historie, dus en waarschijnlijk wordt 2011 een nog beter jaar. Veel mensen vinden dat jij een belangrijke rol hebt gespeeld in het succes van Sator. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ik denk dat wij heel goed geluisterd hebben naar de markt en wij hebben niet de markt gezien als de grossier. We hebben de markt gezien als de eindgebruiker van de producten die wij verhandelen. De garagist. En dat is de garagist. En wij hebben de goede dingen voor de garagist gedaan en de grossier daar een hele vitale rol in laten vervullen. Want wij kunnen het niet zelf, we hebben de groothandel daarbij nodig. En wat is de belangrijkste ontwikkeling geweest in die afgelopen 25, 27 jaar dat jij daar zat? Nou, ik denk wel dat er een enorme machtsverschuiving geweest is in de aftermarket. Ja, toen ik in dit vak begon, toen was een universeel autobedrijf, dat was meestal iemand die uit Beunhout begonnen was en die een garage op de hoek had en die een beetje zielig was omdat hij geen dealer was. En want de dealers hadden de toekomst en dat zou het allemaal worden. Nou, is dat niet meer? Ik hoef jou niet te vertellen wat daaraan veranderd is. Hè. De macht in de aftermarket is natuurlijk, die ligt niet meer bij de dealer. En waar ligt die dan? Die ligt bij de onafhankelijke autobedrijven. En hoe komt dat?
Omdat die doen wat de consument wil. Die zitten dichtbij. Die zijn betaalbaar. En de dealer... Volgens BOVAG is de dealer minstens zo betaalbaar als het universele autobedrijf. Ja, daar hebben ze heel lang over gedaan om daar een instantie voor te vinden die dat wilde bevestigen. Je bent het daar niet mee eens? Maar het is zo ongeloofwaardig dat iedereen lacht erom eigenlijk. En ik ook. Ik moest er ook om lachen toen ik het zag. Zeg je dat jullie, de onderdelenleveranciers, de basis zijn geweest voor het succes van het onafhankelijke autobedrijf? In Nederland zeker. In Nederland zeker. Zie, in landen om ons heen waar een grote auto-industrie is en waar bepaalde merken domineren, hè, Peugeot, Renault, Citroën in Frankrijk en de Duitse merken in Duitsland, daar ligt het wel wat anders. Maar in Nederland en in België en misschien ook wel in Zwitserland, dat is ook wel een voorbeeld, daar is heeft de groothandel in de import van auto-onderdelen, die hebben zich heel sterk bemoeid met het op voorsprong zetten van de universele. Vinden jullie dat jullie het ook beter doen dan de merkenorganisaties, de onderdelenlevering? Absoluut. Absoluut. Jullie doen het vaker en ook beter en betrouwbaarder? Vaker, beter, betrouwbaarder, goedkoper. Waarom maakt het merkkanaal dan nog zo weinig gebruik van jullie? Nou, zie, om te beginnen is er natuurlijk een machtsverhouding tussen de autofabrikant of de importeur en de dealer. Een heleboel dealers zijn eigendom van importeurs. Hè? Best wel veel. Ja, maar ja. Niet allemaal. Direct of indirect of een beetje verstopt. Maar, in de financiering. Ja, of in de financiering. Dat betekent dat er een machtsverhouding is waarbij natuurlijk het gebruik maken van andere kanalen niet voor de hand ligt. Ik begrijp dat ook wel. Daar komt natuurlijk wel bij dat de autofabrikant, die speelt natuurlijk wel een hele belangrijke rol in het mobiel houden van Nederland, met al die onderdelen die wij niet voeren. Het was een automotive bijeenkomst in Nijkerk, mm-hmm. waarin ik ooit een keer een debat heb gevoerd met iemand van Pon Holdings. En die zei, goh, ik heb gehoord dat jullie voor alle merken het willen doen en wij hebben 300.000 onderdelen op voorraad. En dat is nog maar voor één merk. Hè? Ja. Ja? Hoe gaan jullie dat dan doen? Want hoe groot wordt dat magazijn dan? En toen heb ik gezegd, maak je geen zorgen, wij gaan het niet doen. Nee. Wij hebben voor Volkswagen 4.000 onderdelen, voor Volkswagen, Audi en alles wat er omheen zit. En daar doen we 96% van de behoefte. En die andere 4% die blijven ze lekker bij jullie halen. Ja. Want dat is jullie taak, dat is jullie plicht. Ja? Dat is een leuke discussie. Dat is een hele leuke discussie, ja. Wat zou je tegen dealers dan willen zeggen? Want jij zegt die macht die verschuift en die blijft verschuiven. Ja. Hoe kunnen dealers dat tij keren? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb heel veel scepties als het gaat om de rol van de dealer in aftersales. Ik denk dat een dealer die moet zorgen dat hij geld verdient aan autoverkoop. Dat is zijn core business. Ja, daar denkt de dealer natuurlijk anders over. Ja, die denkt daar er anders over. Zeker maar het is een achterhoede gevecht wat hij nooit gaat winnen. Wat hij nooit gaat winnen. Natuurlijk, de mensen die technisch heel gecompliceerde auto's verkopen. Hè, de nieuwste Mercedes en BMW's, die worden ook altijd als voorbeeld genomen als het gaat om van ja, kijk, maar het kan niet zonder de dealer en zo. En dat is wel, leuk en aardig. Maar zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. De wereld bestaat ook uit een heleboel auto's die makkelijk te onderhouden zijn. Maar auto's worden gecompliceerder? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is niet zo. Dat is een sprookje. Zeg jij dat de dealer, dat het merkkanaal een achterhoede gevecht voert? Absoluut. Op de het gaat om onderhoud. De salesmarkt? Ja, absoluut. Ja. Hier zijn wel, ik sluit niet uit dat er grote ondernemingen zijn die autoverkopers activiteit hebben. Die ook succesvol kunnen zijn in een andere activiteit die after sales heet. Dat kan wel. Maar die automatische koppeling, ik bedoel, waar kun je nog een wasmachine of witgoed kopen waar het ook gerepareerd wordt? Dat bestaat helemaal niet meer. Even terug naar jouw activiteit bij Sator. Wat is volgens jou jouw belangrijkste verdienste als persoon voor het bedrijf? Ik ben wel iemand die mensen kan binden, denk ik. Dat geldt voor de klantkring, dat geldt voor de medewerkers,
Dat geldt voor de leveranciers. Ik ben geen scherpslijper. Dat ben ik niet. Ik ben geen man van extremen. Ik heb een hele duidelijke koers en ik doe mijn best om solide te zijn. Toen Zater tot stand kwam, zat er een spagaat in de rol van Lazarek. Lazarek was van Kroijmans en Lazarek was een klant van Hecht. Ja. En dat was natuurlijk conflicterend. Want wij hadden dus de rest van onze klantenkring, daar waren we leverancier en concurrent, indirect. Ja. En dat kun je wel met, ach nee, dat is een hele andere club en dat zit er helemaal buiten en dat heeft er niks mee te maken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ik heb vanaf het begin ook binnen Kroijmans gezegd, dit kan niet. Dit is een spagaat waar we uit moeten. Als we daar niet uitkomen, dan krijgen we daar de rekening van gepresenteerd. Ja. Nou, en dat heb ik uiteindelijk, een hoop mensen hebben gedacht van, nou, de concurrent vertelde ook, alle winst die Zater maakt wordt gebruikt om meer landelijke vestigingen te openen. Hè? Ja. Kan je het nog leuker vertellen. Maar ik heb daar een hele strakke koers in gevaren. En ik heb me sterk gemaakt binnen Kroijmans om dat lastig gebeuren op een andere lees te schoeien. Nou, je weet wat er gebeurd is. Wij hebben het overgenomen, we hebben het uitgepompt onder onze groothandelspartners. Ja. Nou, een betere demonstratie van loyaliteit en solide gedrag kun je niet vinden. Je legt zelf eventjes de link naar de Kroijmans tijd. Kan jij daar iets over zeggen? Want dat zal voor jou persoonlijk een hele interessante, maar ook lastige tijd zijn geweest. Ja. Nou, zeker wel interessant, maar ik heb het ook wel als een hele moeilijke periode ervaren. Maar wel een geweldige uitdaging om daar iets goed van te maken. En het goede aan Zator, dat compenseerde niet de enorme dreunen die Kroijmans kreeg door en een economische crisis en natuurlijk alles wat op het gebied van groen rijden en zuinig rijden en zo op de markt afkwam. Ja. En dat kon het niet compenseren. Nee, dus daar moest een noodgreep worden uitgehaald. Ja. Door het consortium van banken en de adviseurs. Ja. Ik herinner me uit die tijd dat wij daar ook een behoorlijke aanvaring hebben gehad, ja, met elkaar. En dat ging over de uitvaart van Zator, ja, waar de rechter nu nog steeds een uitspraak over moet doen. We hebben daar toen ook wel eens over gesproken, dat ook voor jou persoonlijk een moeilijke tijd is geweest. Ja, wat een moeilijke. In de business draait alles om vertrouwen. En ik heb natuurlijk in die periode moeten jong leren om het vertrouwen van en de leveranciers, die moesten blijven leveren in een fase waarin wij niet zo snel konden betalen, zacht uitgedrukt. Omdat jullie hadden direct last van de financiële situatie, ja, bij Kroijmans. Ja, na september 2008. Daarvoor hebben we nooit iets van gemerkt. Nee. Maar in september 2008 begon de ellende. Terwijl jullie cashflow goed was. Geweldig, geweldig. Ja, we zaten wel in één bankarrangement. En er is altijd aansprakelijkheid over en weer. Dus wij werden wel meegesleurd in allerlei narigheid die voorkwam uit de malaise in de autosector bij Kroijmans. Ik ben zelf ook degene geweest die toen het initiatief genomen heeft om tegen Kroijmans te zeggen van, we zijn ooit met jou gefuseerd, maar ik wil de hele transactie wel terugdraaien. Ik wil het wel van je terugkopen. En toen heb ik een poging gedaan om het terug te kopen van Kroijmans. Maar Kroijmans verkeerde in de vaste veronderstelling dat hij dat niet moest doen. Dat hij zijn drains kwijt moest. De bleeders, dat hij die kwijt moest. En dat hij zijn tafelzilver moest houden. En dat was op zich niet zo gek gedacht. Ik kon me er wel iets bij voorstellen. Alleen, ja, hij heeft waarschijnlijk onderschat hoe groot zijn problemen waren en wat er nog allemaal op hem afkwam. Ja. Dat was een hele lastige periode voor ons. De klanten zitten allerlei vraagtekens, de leveranciers zetten allerlei vraagtekens. En ik zat er middenin. En ik moest ervoor zorgen dat iedereen vertrouwen in ons bleef houden. Want wij waren aan zich een gezonde club. Ja. Ja. En toen liep ik jou ook tegen het lijf. En er kwamen teksten in die niet helemaal klopten. En nou, dat ging over de verkoop van een aantal ondernemingen voor 1 euro aan Citadel. Ja. Met overname ook van de schuld. Ja. Alleen de schuld
de overname van de schuld, dat zijn natuurlijk euro's waar de andere crediteuren van Kroijmans geen brood van kunnen kopen. De banken wel. De banken wel, ja. Ja, maar er zijn natuurlijk nog wel wat meer crediteuren dan de banken. En bijvoorbeeld de fiscus of nog een aantal andere partijen. Ja. De rechter die is daar nu mee bezig. De curatoren hebben aangegeven dat ze nog een jaar of 10 denken bezig te zijn. Ja. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat de curatoren doorgaan zolang er een flinke zak geld is. He, want dan loont het ook voor de curatoren die ook urenschrijvers zijn om daar lekker mee door te gaan. Maar de rechter kan daar nog wel een uitspraak over doen, maar dat raakt Sator op geen enkele manier meer. Eventjes nog terug naar de tijd na jou. De meeste bedrijven hebben een scenario of een plan voor de middellange en de langere termijn. En Sator ook, ja. Daar staat jouw handtekening nog onder? Ja, absoluut. Hoe ziet dat plan eruit? We hebben een plan gemaakt voor de periode tot en met 2015. En dat plan voorziet in groei. Ook nog binnen Nederland en België. In Nederland in wat mindere mate, maar in België nog heel behoorlijk. En vooral in Frankrijk. En om wat voor groei gaat dat? Dan praat ik toch over een groei van 8% per jaar. Sato breed. En wij zijn een club van 300 miljoen, dus dat tikt enorm aan. Ja. De markt zelf die groeit niet. De totale aftermarkt niet, maar nee. De vrije aftermarkt die zit, ik heb kort geleden ergens geroepen, grotere koek en minder eters, ja, wat wil je nog meer? Dat is natuurlijk een comfortabele positie om in te zitten. Wat bedoel je precies met een grotere koek en minder eters? Het wagenpark verouderd. Ja. Dus de klappen vallen bij onderhoud aan jonge auto's. Het onderzoek van de RAI in samenwerking met een Engelse club heeft laten zien dat de verhouding van het wagenpark enorm toeneemt. Dat het aantal auto's ouder dan 10 jaar dat het enorm toeneemt. Nou, dat zijn natuurlijk geen dealerklanten. Dat zijn mensen die in het vrije kanaal hun auto laten onderhouden. Je zegt ook dat er minder eters zijn. Ja, want heeft dat te maken met de overnames? Het aantal dealer outlets, dat neemt natuurlijk enorm af. Daar vindt echt een, als je dat over een periode van de afgelopen twee, drie jaar bekijkt, dan is het aantal dealers is enorm afgenomen. Ja, maar die zijn toch niet in thin air opgelost? Hè? Dus die zullen toch een alternatief zoeken? Ze zijn er gewoon niet meer. Nee, die zijn niet in het vrije kanaal actief? Nee. Nee? Dealers in het vrije kanaal, dat kan helemaal niet. Zolang de hersentransplantatie medisch nog niet mogelijk is, is dealers in het vrije kanaal ook niet mogelijk. Nou ja, ik kan me toch voorstellen, heel veel dealers hebben ook een serieus bedrijf, denken serieus na over de toekomst. Ja. Die zien ook wat jij ziet en die zullen zich ook beraden op een toekomst. Er zijn natuurlijk veel dealers die zich ook oriënteren op ofwel een erkend reparateurschap, ja. Of zich aansluiten bij een garageformule. Er zijn veel dealers die zich daar op dit moment op oriënteren. Ja. Ook garageformules die hun onderdelen bij jullie betrekken. Ja. Dus hoeveel kleiner wordt, kleiner wordt het aantal eters? Er zijn natuurlijk heus wel dealers die daar een hele goede visie op hebben. Die zijn er wel. Maar die dealers kiezen niet voor pandjes die ze over hebben. En de mensen inzetten die ze over hebben. En dan een ander bord op de muur en hopen dat het succesvol wordt. Die gaan het niet redden. Mm-hmm. De mensen die dat doen gaan het niet redden. Want als je personeel hebt wat denkt als een dealer, dan word je nooit een universeel. Nou ja, je praat nogal negatief over merkgebonden autobedrijven, terwijl daar natuurlijk heel veel goede ondernemers tussen zitten. Oh, maar ik ben de laatste die ontkent dat daar niet heel veel goede ondernemers tussen zitten. En de recente publicaties uit het dealerkanaal die laten ook zien dat er hele grote dealer-conglomeraten zijn die gewoon geld verdienen. Ja. He? En gewoon geld verdienen, als dat een aantal procenten van de omzet is, dan is dat een fantastische prestatie. Dus dat zijn wel hele goede ondernemers. Het zijn hele goede autowinkels. En een aantal daarvan zijn ook wel heel goed in onderhoud en in de aftermarket. Die zijn er wel, maar die zijn er een stuk minder. Mm. En bij een heleboel dealerbedrijven moet de werkplaats nog voor de winst zorgen.
die ze weggeven aan de auto, aan de autoverkoopkant. Nou, dat is ten dode opgeschreven. Dat gaat niet werken. Ik ben er niet negatief over, ik ben er realistisch over. En, het onderhouden van oudere auto's en een breed wagenpark, dat is niet iets wat in de genen zit van het dealerkanaal. Even terug naar het bestaande universele kanaal. Daar heb je natuurlijk ook bedrijven die het goed doen en bedrijven die het slecht doen. Ja. Wat maakt daar de komende jaren het onderscheid? Nou, ik denk dat schaal daar wel een hele belangrijke is. Want als je als universeel wil overleven, dan zul je behoorlijk moeten investeren in kennis en in hardware. En, kennis is technische kennis? Technische kennis, ja. En hardware is? Apparatuur. Apparatuur. Diagnoseapparatuur, maar ook andere apparatuur. En de mogelijkheid om die investeringen te doen, die heeft alles te maken met de schaal waarop je opereert. En de opvolgingsproblematiek speelt daar ook een rol natuurlijk. Hè. Als je dus een klein bedrijf hebt en je denkt dat te kunnen verkopen, dan kom je tot de conclusie dat dat verkopen niet lukt. En dat je al lang blij moet zijn dat als er een medewerker van je is die de broten ziet, dat die op hele schappelijke voorwaarden het pandje van je gaat huren en ermee doorgaat. Dus dan is die oude dagsvoorziening, die blijkt er opeens niet meer te zijn. Zit daar dan ook veel stil leed in het universele kanaal? Stil leed geloof ik niet. Want in het universele kanaal is bijvoorbeeld ook bankfinanciering een fenomeen wat nauwelijks bestaat. Een heleboel universele die hebben de bank voor het betalingsverkeer en voor de rest niet. Niet voor krediet. Er zijn natuurlijk een legio universele die niet met bankkrediet werken. Ja, in de dierenwereld ondenkbaar natuurlijk. Dus daar zie je ook een indikking? Er komt een indikking, ja. Gaat langzaam. Kleine universele autobedrijven die eruit vallen? Ja. 2-3-mansbedrijfjes en zo, dat is hartstikke moeilijk. En wat zouden die moeten doen? Helpt aansluiten bij een formule dan? Ja, als ze zich aansluiten bij een formule, dan gaat wel de waarde van hun onderneming omhoog. Want als je dus een franchise-nemer bent van een keten, als je een Bosch Car Service bent, of een vakgarage, of een autofit, of een, nou ja, noem maar op, dan ben je toch wat meer dan alleen maar het lokale garagetje met 3 man waar iedereen komt omdat ze de baas kennen. Wel alle vrijheid van de wereld. Ja, ja, heerlijk. De grossiers? Ja. Ook daar is zie je ook een indikking, hè? Zie je ook een indikking, ja. Er is een consolidatieproces aan de gang. Consolidatieslag klinkt zo. Maar je ziet dus dat daar minder eigenaren zijn van hetzelfde aantal outlets. Hoeveel outlets zijn er nu in Nederland? Als ik, het hangt een beetje vanaf hoe je meet. Maar als je alle Breesaanvestigingen als aparte outlets meeneemt, ja, dat zijn het. Laten we dat maar doen. Dat zijn het. Dan kom je op 550. En over 10 jaar? Ik denk niet dat het veel minder zullen zijn. Nee. Nee? Nee. 500 of zo. In die orde van grootte. Maar zie je die vijfmazige distributie, die is nodig om het kunstje wat we inmiddels in Nederland met z'n allen doen. En niet alleen Sator en zijn business partners. Uh-huh. Maar om het kunstje wat we met z'n allen doen, om dat mogelijk te maken. Ook daar spelen dezelfde problemen, ja. Opvolging. Opvolging speelt een rol. Schaalgrootte, inkooppower, automatiseringspower. Het gaat heel erg om internet georiënteerde systemen, om webshops. Dat is natuurlijk voor een klein bedrijf met 1 vestiging moeilijker in te vullen. Over die grossiers, een aantal van die grossiergroepen die worden heel erg groot. Een aantal zijn er ook wat kleiner. Wat je ook wel hoort zeggen, is dat de macht van een partij als Sator binnen die grossiersondernemingen heel groot is, omdat ze bijna al hun onderdelen bij jullie betrekken. En er wordt ook gespeculeerd over de mogelijkheid dat Sator, om de keten te beheersen, grossiers of grossiersgroep gaat overnemen. Nou, dat laatste zou heel vreemd zijn, want dat zou het omkeren zijn van wat we met Lasserlijk gedaan hebben. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk een hele ongeloofwaardige variant. Maar
Sato die gaat zich zeker niet bemoeien met de volgende keten. Met de volgende schakel in de keten. Daar gaat hij zich zeker niet mee bemoeien. Want dat doen individuele ondernemers veel beter en slimmer en goedkoper. En de invloed van Sato die wordt vaak overschat. Wat is jullie marktaandeel? Ik denk dat wij een marktaandeel hebben van rond de 25-28% ongeveer in Nederland. In de relevante markt, zoals dat dan heet. En er wordt ook gezegd, ja, die grossiers die kopen alles bij Sato. Dat kan helemaal niet. Want er zijn hele stukken die wij niet invullen, die we niet kunnen. Er is geen grossier. Als een grossier alleen Sato bedrijven als leverancier heeft, gaat hij kapot. Ja. Maar hoe is die verdeling? Hè? Je hebt de drie leveranciers. Je hebt wel eens gezegd van wij willen 60% van. We willen de eerste leverancier zijn en dan 60% leveren. Ja. Zitten jullie daar ongeveer op? Daar zitten we wel op. Bij de mensen waar we mee samenwerken, daar komt wel vaak een procentje of 60 van hun inkoop komt bij ons vandaan. Maar die andere 40 die komt wel van 50 andere leveranciers. Ja. En ook met allerlei specialismen. Er zijn mensen die de vrachtwagenkant zijn, er zijn mensen die de dieselkant gespecialiseerd zijn. Die mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Je had het eerder ook eventjes over webshops van grossiers. Je ziet ook wat, zeker de laatste tijd, zie je wat nieuwe initiatieven. Oh ja. Over ja. Uitlaten, trekhaken, onderdelen, banden, webshops. Ja. Er zijn partijen die daarin geloven. Als ik kleding nodig heb voor mijn kind, ga ik ook niet meer het centrum in van de stad. Bestel ik allemaal online. Ja. Zie je dat als een serieuze concurrentie? Nou, zie, voor het auto-onderhoudsscenario zie ik dat natuurlijk, ze zullen wel een graantje meepikken. Maar zie ik dat niet, niet als een grote concurrent. Die een webshop kan iedereen beginnen. En er zijn heel veel webshops en heel weinig goede. Wat voor percentage schat jij in dat gaat innemen van de markt? De rol van webshops is onbeduidend. Onbeduidend? Onbeduidend. Omdat de logistieke, het fulfillment wat erachter zit, niet past bij wat de markt nodig heeft. Je blijft betrokken dus. Er gingen allemaal geruchten dat je alleen nog maar paard ging rijden de hele dag. Of paarden ging fokken. Ja, als een hobby je dagtaak wordt, dan is het geen hobby meer. Het is niet leuk. Dat is een hobby waar je wat meer tijd aan gaat besteden. Ja, daarnaast blijf je dus als adviseur verbonden aan H2. Dat is vast niet het enige. Je hebt nog wel wat meer uren te vullen, denk ik. Ja, ik heb sowieso nog wel. Ik heb samen met Frans van Hek heb ik natuurlijk nog Van Hek Investment, waar we van waaruit we ook Sato verkocht hebben. En daar hebben we een behoorlijke vastgoedportefeuille in zitten. En ik heb nog wel een paar dingen waar ik me druk mee kan maken. Als iemand vertrekt die zo lang in die autobranche heeft gezeten, dan krijg je altijd de wildste verhalen. En er zijn ook verhalen dat je, even afgezien van je functie bij H2, ook zelf actief blijft in de onderdelenbusiness. Ja, dat is niet zo. Absoluut. Met een nieuw bedrijf. Nee, dat is niet zo. Jij gaat geen nieuw bedrijf beginnen in de onderdelen distributie. Om te beginnen mag ik dat niet eens. Hè? Want als je je bedrijf verkoopt, dan zijn er altijd regels die dat verbieden. Ja. Ik zou het ook niet willen. Ik zou het ook niet willen, want Sator en alles wat eraan vastzit, dat is natuurlijk toch mijn baby. En ik zou nooit iets ondernemen wat daarmee conflicteert. Nee, daar ben ik ook te oud voor, Rianne. Tot slot, Adriaan. Wat is jouw dieptepunt geweest in jouw carrière? Ja, ik heb eigenlijk nagedacht over wat is nou een echt dieptepunt. Ik kan het zo maar niet iets verzinnen. Ik kan niet iets verzinnen. Als je zegt wat is de grootste tegenvaller of de misrekening, hè, dan kom je dichterbij wat ik voel. Dan zeg ik, nou, wij zijn in 1991 begonnen met vakgarage. Als de eerste formule voor autobedrijven, voor onafhankelijke autobedrijven, om zich in een franchise model naar de markt te manifesteren. En dat hebben we overschat. Dat hebben we overschat. Je dacht dat dat sneller zou groeien? We dachten dat dat veel sneller zou groeien. We hebben zelfs gedroomd van 400 deelnemers in heel Nederland. En daar hadden we ook ons hele businessplan op geënt. En die zijn er nooit gekomen.
En in die fase heb ik ook de onafhankelijke ondernemer in Autoland leren kennen. En ja, toen ben ik tot overtuiging gekomen dat die inderdaad met onzichtbare inkt op mijn voorhoofd getatoeëerd hebben. Ik moet niks. Hè? En dat, ja. Maar dat was een wijze les. En, we hebben geen spijt van dat we het gedaan hebben, maar we hebben het wel, we hebben de problematiek onderschat. Gaan ze er wel komen, die 400? Ik hoop voor vakreizen die 400 wel eens komen, maar ze hebben er momenteel 150 of 160 of zo. Ja. En daar zit ook verloop in. En er zijn mensen bij afgevallen en bijgekomen. En, ja, ik geloof wel dat de tijd er nu veel meer rijp voor is. Maar we praten nu over 1991, hè? Ik bedoel, ja. Dat is... Een beetje voor de muziek uit. Een eeuw geleden, hè? Ja. Ja. Successen zijn er ook geweest? Ja, we hebben echt wel... Hoogtepunt? Hoogtepunt. Ik denk de implementatie van mijn glossier. Ja, daar waren we echt de eerste mee die dat. Dat is ook een webshop, hè? Online bestelsysteem. Online bestelsysteem. Ja. Daar waren we echt voorloper. We hebben er ook heel veel geld in geïnvesteerd, ook in de introductie. We hebben met 8 gele minis en 8 mensen 8000 garagebedrijven bezocht en op 8000 plaatsen het gedemonstreerd. En als ik nu zie dat we 4400 vaste gebruikers hebben, dan zeg ik nou, dat hebben we goed gedaan. Na 30 juni is het klaar. Trek je de deur dicht. Het zou vreemd zijn, vreemd gevoel zijn. Ja. 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 Met wat voor gevoel kun je omschrijven? Met wat voor gevoel je dat nou, doet? Dat is wel heel dubbel hoor, dat doet wel een beetje pijn. Maar ja, ik ben realistisch genoeg om in te zien dat alles een... tijdspannen heeft waarin iets kan gebeuren. Op het hoogtepunt afscheid nemen. Op je hoogtepunt afscheid nemen, wordt er dan gezegd. Ja. Ja. Ja, ja. Nou ja. Dat zijn zware woorden, maar ik denk wel dat het verstandig is. Ik ben nu ook geen aandeelhouder meer. Hè. Dat is natuurlijk ook een punt. Hè. Dus als je niet meer zelf de ondernemer bent, dan ga je er ook iets anders naar kijken. En, dan moeten ook de mensen die de onderneming op dat moment onder controle hebben, die moeten ook hun eigen ding doen. Dat is ook goed. Ja. Maar nogmaals, dat 5-jaren-plan, dat heb ik samen met ze geschreven en dat wordt uitgevoerd. En dat heb ik vol vertrouwen in dat het goed gaat. Nou, rest mij niks anders dan je te bedanken voor de jarenlange samenwerking. Graag gedaan. En een heel prettige pensioen toe te wensen. Ja. We zullen daar ons steentje aan bijdragen. Ja, pensionado zijn, hè? Dat is ja, een beetje een merkwaardig gevoel, maar dat moet ik alweer. Oké. Anja, heel hartelijk bedankt. Het gaat je blad goed. Dankjewel.